Hoi, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag echt een mega speciale dag, want ik ga voor de tweede keer mijn trouwjurk passen. Echt, ik ben zo benieuwd. Het is alweer 5 maanden geleden dat ik hem heb uitgezocht. En vandaag is de maat besteld die het dichtst bij mijn eigen maat ligt. En dan gaan ze hem verder nog spelden en nou ja, opmeten, zodat hij helemaal geperfectioneerd gemaakt kan worden voor de bruiloft. En dan pas ik hem 3 weken van tevoren nog voor het laatst, geloof ik. Dus, oh, ik ben zo excited. Ik neem een heel lief vriendinnetje van me mee, Chantal. Dus dat is super gezellig. En ik neem jullie ook mee. Maar natuurlijk ga ik jullie nog niet mijn jurk laten zien. Want dat moet een verrassing blijven tot de bruiloft. Maar wat ik wel ga doen is jullie meenemen naar de bruidshoek in Leiden. Daar heb ik namelijk mijn trouwjurk uitgezocht. En ik ga jullie ook de bruidszaak laten zien die echt super mooi is. Vorige keer had ik ook al een sneak peek laten zien. En ik ga ook aan de mensen die daar werken wat vragen stellen. Wat is nou belangrijk om op te letten als je je trouwjurk uitzoekt? Wie neem je mee? Wat zijn de trends voor trouwjurken de komende tijd? Ja, eigenlijk een beetje meer zo'n soort video. Ik hoop natuurlijk dat ik ook wat mooie jurken kan laten zien. Ik denk niet dat ik ze aan ga passen. Ik heb erover nagedacht van zal ik gewoon jurken passen die heel anders zijn dan de jurk die ik heb uitgekozen. Zodat ik die aan jullie kan laten zien op mijn lichaam. Maar ik vind het toch spannend, want je hebt je keuze gemaakt en ik denk 0,0% dat ik verliefd ga worden. Maar ik wil niet ook verliefd worden op een andere jurk, want dit is gewoon de jurk die ik ga dragen. Dus leek het mij het fijnste om gewoon de jurk aan de hangers te laten zien. Of nou ja, misschien hebben zij wel leuke ideeën. Misschien laat ik me toch overhalen, ik durf het niet zeker te zeggen. Maar dat is nu wat ik denk. Ik heb nu ook alvast mijn white dress aan. Dus ik voel me echt al een toekomstige bruidje. Ik ben een beetje nerveus voor het rijden. Omdat ik nooit zo'n fan ben van rijden naar steden waar ik niet zo vaak kom. We gaan dus nu richting Leiden. Maar het moet allemaal wel goed komen volgens mij. En ik heb Chantal bij me. Dus it's alright. Ik neem jullie mee. En tot zo. Ik heb mijn vriendin Chantal mee vandaag en ik wil jullie even laten zien, want als je dus naar de bruidshoek gaat, dan krijg je echt zo'n super schattig eigen soort van ruimtetje waar je gezellig met mensen die je meeneemt hier kan zitten. Koffie krijgen die aangeboden of thee. Hier heb je dan je eigen hokje en deze doen ze over je gezicht als je bijvoorbeeld make-up op hebt, zodat je het niet vies maakt. Hier kun je gewoon je kleding inhangen en hier heb je helemaal de privacy om je om te kleden en helpen ze je natuurlijk die jurken in. En dan kom je eruit en dan heb je hier de reactie van de mensen die er zijn. En dan heb je een hele grote spiegel. En ook aan de achterkant een spiegel waar je gewoon goed kan zien hoe het er van de achterkant uitziet. Het is echt een super mooie zaak. En iedereen heeft echt een beetje zijn eigen plekje waardoor je best wel veel privacy hebt. Er hangen hier nu echt allerlei heel verschillende jurken. En ook één is zelfs een broekpak of een broek en een top. Om even een beeld te geven van hoeveel verschillende opties er eigenlijk zijn. Dit vind ik echt zo'n prinsessenjurk. Ja, dat is ook wel. Met zo'n wijde rok. Oeh. Ja. Ja. Ziet. En deze jurk kan je eigenlijk op 2 manieren dragen. Zie je mooie achterkant, leuk die sleep, al die laagjes. Ja, dat valt wel echt op, die laagjes. Als je deze jurk aandoet en je maakt een heel klassiek topje bij, dan krijg je een hele klassieke uitstraling. Mm-hmm. Kun je haar lekker los, met een leuke losse plek, moet je weer een beetje bonen hier achter. Ja, leuk. Je hebt best wel veel kanten mee uit, dus met deze. Ja, die vind ik ook echt heel mooi. Ja, dat is ook een hele mooie. Wel speciaal. Wat dieper uitgesneden. Ja,
je moet je eigenlijk altijd wel bewust zijn dat je voor zoiets kiest. Dat je geen gewone lingerie eronder kan dragen. Nee. Want je hebt een hele diepe rug. Ja, dat gaat al niet. Oh ja, dat is ook wel heel mooi hoor, met die glinstertjes die er een beetje doorheen zitten. Een mooie twinkeling. Een hele mooie sleep. Oh ja, wauw. Heel transparant. Mooi. Ja, fantastisch. Echt heel mooi. Ja, en van welk merk is deze? Van... Deze is van Inspanje. Oké. Mooi. Dit is een blush tint, ja. Inderdaad. Zie je wel als je hem naast die ander ziet. Ja. Dat net wat anders is. Dat zijn de twee meest gangbare. Niks is meer, bijna niks is meer echt wit, toch? Nee, wit hebben we helemaal niet meer. Het zijn allemaal ivoren, ja. Tinten wat je bij ons ziet. Dit is een korte. Spannend. Dit is een korte. Gewoon leuk. Pittig. Ja. Een jurk met knip ook. Hele mooie hondslijn ook. Ja. En ook van achter gaat deze weer. Mooi omhoog. Leuk splitje. Leuk. Pittig. Ja. En deze kan je ook heel leuk dragen met een leuke sluier. Ja, dat is zo. Ja, wel weer wat meer bruidachtig. Dan kan je eigen invulling weer een beetje aangeven. Ja. Nou, deze is natuurlijk ook al helemaal bijzonder. Is dat altijd weer raar. Een andere leuke oplossing. Een leuke broek. Ja. Hele mooie rug. Ook een mooie knoopjes afgewerkt. Ja, leuk hoor. En het is toch nog wel echt bruidsachtig. Je onderscheidt je echt, maar dan met zijn... van de gasten. En dat is ja, dan val je zeker op. Ja. Het is echt zo'n Disney prinsesjurk, maar wel heel mooi met die glinstertjes. Met je assepoestersteltje. Ja. Ja. Mooie tulle rok. Leuk. Maar die blijft altijd leuk. Heel wijd, hè? Heel wijd. Ja. Het gaat echt een hoek omhoog om bij. Dat je echt ook wijd valt. Oh ja. Als je eerst afspraak maakt om je jurk te passen, hoe gaat dat dan meestal? Wat is belangrijk om rekening mee te houden? Ja, het is belangrijk om rekening mee te houden dat je mensen meeneemt die heel belangrijk voor je zijn. Want als je in je droomjurk staat en de mensen zijn er niet bij die heel veel voor je betekenen, zou dat heel jammer zijn. Want zo'n eerste moment dat is gewoon fantastisch. Ja. En een trouwjurk is echt een stukje gevoel en een stukje emotie. Ja. En dan moeten de bruiden echt zelf ervaren. Ja. Dus, Oké, dus dat is wel inderdaad van als je twijfelt. Maar zeg je dan, is het, ik kan ook voorstellen dat je met heel veel mensen bent, dat het wel een soort van intens kan zijn? Of verschilt dat heel erg per persoon gewoon wat je prettig vindt? Het verschilt wel heel erg per persoon wat je prettig vindt. Hoe meer mensen, hoe meer meningen, dan moet je wel even uitkijken. Ja. En het is wel de bedoeling dat jij je jurk uitzoekt en de mensen die erbij zijn. Nee, precies. Dus, nee. In die zin, hoe meer mensen, het kan wel eens een belemmering zijn. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. En is het nou vaak zo dat als mensen echt al een heel duidelijk idee in hun hoofd hebben, dat dat dan ook uiteindelijk de jurk is waar ze ongeveer mee weggaan? Of zie je ook vaak dat het nog een hele andere kant op gaat? Ja, er zijn eigenlijk twee kanten in. Inderdaad, degene hebben een heel goed zelfbeeld. Ja. En dan kan je heel snel je eigen jurk vinden, maar soms ga je ook een totaal andere kant op. Omdat je ja, wij weten soms niet hoe mooi ze zijn. Ja. En dan gaan ze hier passen en dan komen ze erachter dat het echt zo fantastisch is. En dan komen ze met iets heel anders thuis. Ja, leuk. Dat zat ze in gedachten van. Grappig. Ja. Oké. Leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben weer thuis en het was zo geweldig om weer even mijn jurk te passen. Gelukkig gaf hij nog precies hetzelfde gevoel als wat ik hiervoor kreeg van de jurk. En ja, ik ben er gewoon helemaal van ondersteboven eigenlijk. En Chantal vond het ook super leuk. Ik vond het heel leuk dat zij mee was. En ik heb dus nog wat sieraden gekocht voor bij de jurk. En ik heb de schoenen mee, zodat ik die ook alvast kan gaan inlopen over een tijdje. En dat wilde ik even aan jullie laten zien. Hier, die mogen jullie namelijk wel alvast zien. Hier hebben we de schoentjes. Deze zijn van Rainbow. Ik kreeg trouwens dit leuke kaartje mee met je maten. En toen zei ze nog, oh, dan moet je eens kijken na 12,5 jaar huwelijk hoe je maten dan zijn veranderd. Dus ik ben heel benieuwd. Dan hebben wij hier de schoenen. En ik ben gegaan voor eigenlijk hele simpele schoentjes die vooral ook heel lekker zitten. Ze zijn heel zacht. Dus dit snijdt absoluut niet. Hierachter ook niet een bandje, zodat ze goed blijven zitten. Een heel laag hakje. En ik vond zelf het patroontje, alsof er een soort van barstjes in zitten, vond ik heel erg mooi. Dat geeft een soort van shimmer effect of zo. Ik vind ze er wel echt heel mooi uitzien en heel schattig. En die staan heel mooi bij mijn jurk. Dus dat zijn de schoenen.
Dan heb ik een armbandje van het merk Abrazzi. En die had ik er nooit zelf... Ja, had ik nooit zelf uitgekozen. Maar ze zei, probeer die eens bij je jurk. En het stond zo mooi. Het ziet er gewoon zo mooi uit op je huid. Je hebt eigenlijk twee van die soort van... Je hebt twee soort van parelarmbandjes en van die kantenbandjes. En het ziet er echt heel elegant uit. Heel mooi. En dan heb ik ook nog oorbelletjes. Het is ook allemaal heel cute verpakt. Dit heb ik dus allemaal ook echt bij de bruidszoek zelf gehaald. Want daar hebben ze gewoon van een aantal leveranciers hele mooie sieraden. En dit is wat ze nieuw hebben. Dit is van het merk Viva Jewelry. Of jewelry, ik zei het verkeerd. En daar heb ik gekozen voor deze. Ik wil mijn haar gaan opsteken. En dan vind ik het heel erg mooi als ik hangers heb. En deze warme kleur stond gewoon echt heel mooi. Je ziet mijn huid erin. Ze zijn gewoon transparant van glas. Heel mooi. Echt, ik kan niet wachten om het om te doen. Super blij mee. 7 september voor de laatste keer mijn jurk passen. Dus ik ben super benieuwd. En dan ga ik natuurlijk ook weer filmen. En ik kan ook niet wachten om jullie na de bruiloft eindelijk de jurk te laten zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden om te zien. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!